Denk aan Striker. Misschien zitten er nog wel mooie dingen aan te komen de komende weken. Maar ook al die andere. We hebben ook bij Prologis en ook bij anderen een paar echt mooie in 2010 een aantal mooie acquisities gedaan. Juist in 2010 is dat ook zijn dat hele mooie slagen. Richting het hoogtepunt gaan van deze bijeenkomst. De uitreiking van de traditionele taart. Dus ik denk dat we ons zo naar buiten kunnen begeven, Joris. Sport Science Center op te zetten voor de jeugd. Daarmee kunnen we logistiek, jeugd promoten. En tegelijkertijd gaat het rondreizen over de hele wereld. Dit gaat de rest van de middag duren, vrees ik. En dat heb jij, Joris, voortreffelijk gedaan het afgelopen jaar. Het jaar daarvoor ook al. Nogmaals, het is niet alleen aan jou te danken dat we de hotspot hebben. Maar ik dacht alleen maar dames taart aten, maar dat vond ik me meer dat er veel zin te komen. So what is it then? It's just beef. Okay. Yeah, as soon as we all figured out how everything worked in our program, which was more or less after the first block, the stress got less and we all felt more comfortable and could really focus on learning and studying really hard and the study program was that we had more company visits. Yep. We also had that visit. We always advertised that it's a hot spot, but we never realized why. Yeah, how you do? Yeah, I do always. I love you. My whole life. So they made it empty at 1:14 p.m. Yeah. It's like we're saying. Yeah, but I have to get enough response. According to what I heard. Well, you have a database of 50,000. You drove. I'm not sure any of them will reply. So nobody knows. Yeah, but it's your very nice language with by which you will persuade them to answer you. Pushing. I have the picture. From yes, you can. That you're looking for something. What do you know? Where's the couple? Two ladies.